Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 1 december van Weerplaza. Het blijft voorlopig droog. Vandaag hebben we wel met wolkenvelden te maken. In het zuiden van het land is de bewolking dikker en daar heeft de zon moeite om door te breken. Meer naar het noorden toe komt de zon toch wel geregeld voor. Maar er komt ook plaatselijk mis voor, met name in Noord-Holland, Flevoland en in de provincies Drenthe en Groningen. De mist kan op sommige plaatsen lang blijven hangen en dan wordt het hooguit 2 graden. Komt de zon erbij, dan wordt het 5 graden. Vanavond klaart het soms breed op, maar in het zuidoosten is opnieuw kans op mist en lichte vorst. In het noorden kan een enkele bui vallen. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. In de kustgebieden kan een enkele bui voorkomen. Het wordt in de middag 6 tot 8 graden bij niet al te veel wind vanuit het noordwesten. Op dinsdag schijnt de zon geregeld en wordt het 5 tot 8 graden. Woensdag is er ook nog wel ruimte voor de zon, maar dan bereikt het kwik hooguit de 6 graden. Vanaf donderdag gaat het harder waaien en is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.